Van Stanley. Dijk Steel, Ivan Hildo. En van Martinus Wolfjager in vrede rusten. Dankjewel. Yaku amurir sapyaku Kamureke kokwekyo mami Kamureke kokwekyo mami Awuko yano Awuko yanora Awuko yanora Awuko yanora Awuko yanora Kamusicho amorir sapoyako Yaku wako amorir sapoyako Tamure keko wecho mame Tamure keko wecho mame Awuko yano Thank you. That lead was Zane. Ik ben. Ben ik te verstaan hier? Ja? Goedemorgen allemaal. We zijn hier vandaag in de ruimte C47 bij elkaar gekomen. Allereerst een hartelijk welkom aan de familie Dijksteel en de familie Wolfjager. Die met deze persconferentie de stilte wilden breken om hun zaak, hun kant van de zaak te belichten. Ik, Suur, inheems collectief Suriname, faciliteert deze persconferentie. Daarom is de Potoriet ook aanwezig ter ondersteuning van de familie. En natuurlijk respect voor de overledenen. Daar hebben we net een minuut stilte voor gehouden en een gebedslied voor gezongen. Er zal eerst een statement af worden gegeven door de familie. De aanwezigen die zullen spreken vanuit de familie zijn mevrouw Jagendorst en mevrouw Wieding van de familie, vanuit de familie Wolfjager, van Martinus Wolfjager. Vanuit de familie Dijksteel zijn meneer Dijksteel en mevrouw Dijksteel aanwezig. Zij zijn nichten en broer en zus van de overledene. Nadat het statement is afgegeven, zal er ruimte zijn voor vragen. Er is ook een lijst voor de aanwezige pers
of u graag uw gegevens achter wil laten, zodat we u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van verdere ontwikkeling. Goedemorgen alle aanwezigen. Ik ben Melinda. Iemand gaat de microfoon. Goedemorgen alle aanwezigen. Gezamenlijke verklaring van de families Dijkstil en Wolfjager betreffende eis van gerechtigheid voor onze neergeschoten familieleden Ivaneldo Dijkstil en Martinez Wolfjager. Wij, families Dijkstil en Wolfjager, hebben gemeend het stilzwijgen rondom het overlijden van onze zonen, broers, vaders en echtgenoten te moeten doorbreken. Op dinsdag 2 mei jongstleden werden Ivaneldo Dijkstil en Martinez Wolfjager bij hun strijd om erkenning van hun grondrechten te Pikin-Saron op beestachtige wijze mishandeld en van hun hoogste recht, namelijk het recht op leven, ontnomen. Deze strijders van onze inheemse grondrechten hebben zich vele jaren ingezet om de grondrechten van onze bestaansbronnen wettelijk erkend te krijgen en onder de aandacht te brengen van de autoriteiten. De handelingen die op de bewuste dag zijn gepleegd hebben geleid tot een klopjacht op onze mannen, het verwonden van enkelen en uiteindelijk het vermoorden, CQ standrechtelijk executeren van Ivaneldo Dijkstil en Martinez Wolfjager. Tot nu toe hebben de desbetreffende autoriteiten nagelaten ons een antwoord te geven op de vele vragen die ons bezighouden en of te lang laten wachten op antwoorden. Dit ondanks het feit dat onze advocaten deze zaak continu onder hun aandacht brengen. De familie wordt geestelijk gemarteld omdat zij tot nu toe geen informatie van het abductieonderzoek heeft. Onze kinderen worden gepest op school omdat er geen juiste informatie naar de samenleving toe wordt gegeven. De president als hoogste gezagsautoriteit heeft in de DNA uitspraken gedaan en onze mannen zonder bewijs of onderzoek bestempeld als terroristen. Dit kan niet. Eveneens hebben bepaalde DNA-leden onverantwoordelijke uitspraken gedaan. Wij eisen dat dit wordt gecorrigeerd. Onze mannen worden uitgemaakt voor criminelen aan de ene kant en aan de andere kant is vanuit de staat een poging gewaagd om de overledenen zo gauw mogelijk te begraven middels het aanbieden van financiën aan de familie tot enkele keren toe. Indien onze mannen zogenaamde criminelen zijn, hoe is het dan mogelijk dat zij door de staat begraven kunnen worden? Vele vragen houden onze gemoederen bezig. Wij keuren elk overmatig politiegeweld af die gebruikt is tegen onze mannen. Wij vragen ons af in hoeverre de protocollen voor zulke handelingen in acht zijn genomen. Wij eisen 1. De informatie van het abductieonderzoek dat zo spoedig mogelijk bekend wordt gemaakt. Wij willen niet langer hierover in het ongewisse zijn en zodoende worden gemarteld. 2. Een onafhankelijk forensisch en pathologisch onderzoek, desnoods met medewerking van buitenlandse deskundigen. Wij willen weten hoe onze mannen zijn overleden en wat de doodsoorzaak is. Dit zal ons gemoedsrust schenken. 3. Een eerlijk rechtsproces en veiligheid voor de overige strijders die in detentie zijn. 4. Publieke verontschuldiging en zuivering van de naam van onze overleden mannen. 5. Dat wij in alle rust
nadat aan bovenstaande zaken is voldaan, onze geliefden de laatste eer kunnen bewijzen. Wij zijn van mening dat de rechtsstaat geschonden is en we voelen ons in onze rechten beknot. Indien er niet aan bovengenoemde eisen kan worden voldaan, zijn wij genoodzaakt om onze rechten op internationaal niveau aan te vechten. Ik dank u. Dank u wel, mevrouw, voor het afgeven van het steek. Heeft u ruimte voor de pers om een vraag te stellen? Geef voor dat u een vraag stelt aan wie u aanwezig bent en uw naam. Die twee mannen die zijn overleden. Hoe heet ze? En kunnen die in God ook zijn? Dat van een nieuwe dag ga ik voor jou overlaten. Martinus. Martinus Wolfjager, dat was mijn oom. Dat is een jongere broer van mijn moeder, Marianne Wolfjager, weduwe van inspecteur Goeding. Martinus, die heeft ook in het leger gediend. Hij is ex-militair, hij heeft eigenlijk als kok in het leger gewerkt. Hij woonde op Cabendadorp. En hij is mijn oom geweest. Hij heeft kinderen, die zijn woonachtig in Nederland. Die zijn heel jong weggegaan. Dus contact met de familie, met de kinderen, dat is er niet echt. Dat heeft hij wel gehad een paar jaar terug met zijn kinderen. Ja. Gewoon naast elkaar. Oh ja. Goedemorgen. Ik ben zus van Ivanildo Dijksteel. Hij was mijn jongere broertje uit een gezin van 8 kinderen. Hij was een liefhebbende man, broer. Hij was geen crimineel, hij was ook militair, ex-militair. Hij woonde op Billington, geboren op Cabendadorp. Hij laat 2 kinderen achter, van 8 en 9 jaar, 2 zonen en een vrouw. Brian Dijksteel. Ik ben de weduwe, Daphne van der Kloos. Ik ben de vader Joris Dijksteel. De zus Jane Dijksteel. Aan de andere kant van de tafel is de familie Wolfjager. Nicht. Van Matthäus Wolfjager en Esther Jagenaar. En zus van Matthäus Wolfjager. En de weduwe van Pauline. Deze twee mensen zijn de advocaten van de familie. Mevrouw Karg en meneer. Dank u wel. Zie iemand van de familie hier nog iets toe wil voegen aan het vertellen over uw familielid? Martinus Wolfjager, die is altijd ook erbij geweest.
bij de protesten over grondenrechten. Erbij geweest als ondersteuning. Petities die ingediend werden bij de autoriteiten. En zo is het hoe ik onze mannen ken. Degene die allemaal erbij betrokken zijn. Goedemorgen familie, dag nogmaals gecondoleerd. Ja. Met betrekking tot RSS. Oh, sorry. Rijn naar Roos in de TV. Ja. Met betrekking tot RSS is zo'n beetje wordt gedaan. Ik heb het niet zo goed begrepen, zijn de heren al begraven, reeds begraven. Ten tweede, als jullie vragen naar een forensisch onderzoek, want jullie hebben net ook aangegeven dat de staat bereid is dat de dader van de begrafenis. In hoeverre hebben jullie nog kunnen informatie kunnen krijgen? Is het al duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld of die bewust gedaan? We hebben nog steeds geen duidelijkheid. Er is gevraagd, er is nog geen duidelijkheid gekomen. Wat we wel mee hebben gekregen is dat het is op 2 mei gebeurd. En op 3 mei al konden ze bijvoorbeeld door de president worden uitgemaakt voor terroristen, voor criminelen, voor mannen die gelinkt worden aan andere situaties die hebben plaatsgevonden. Daar staan we heel erg versteld van, want zelfs ik wist niet dat mijn oom dood was. Want ze konden de familie niet traceren. Ze wisten niet met wie ze te doen hadden. Ja, voordat het onderzoek gedaan was, werden ze al gecriminaliseerd in de media. Ja. Ja, ik zei voordat het onderzoek afgerond is, zelfs werden ze al gecriminaliseerd. Dat vinden we heel erg. Ja. Abductierapport hebben we nog niet kunnen krijgen onder ogen. We hebben onze twijfels over veel zaken. En tot nu toe kunnen we ook niet tot begraven overgaan, omdat we nog steeds op het onderzoek wachten. We hebben gevraagd, er wordt niet gereageerd of dingen kunnen niet, dat het mogelijk gemaakt kan worden om, het rapport te krijgen. Het rapport, hè? Ja. Abductierapport. Ze hebben dus de lijken ook nog niet afgestaan. De lijken zijn nu afgestaan. Ja. Amanda Paris, de broer van de ex-heer. Ze heeft aangegeven dus dat ze nogal bekritiseerd werden in de media. Ook omdat er vanuit de regering een beeld werd geschetst dat ze als terroristen werden bestempeld. Hoe kijken jullie zelf als familie? Want door de inheemse gemeenschap worden ze bestempeld als mensen die opkomen en willen gestreden of overgestreden voor grondrechten. Maar dan heb je weer een andere groep die zegt, ze hebben wel wetten en regels over drieën. Hoe kijken jullie daar naar en hoe dealen jullie daarmee? Ja, de geschiedenis kan het vertellen. U heeft ze vaak gezien in demonstraties, petities indienen. Dus dat begrijp ik niet waarom ze dan gecriminaliseerd worden. Ze hebben het vaker gedaan, ze werden maar niet gehoord, ze werden maar niet opgeroepen. En ze hebben het altijd vreedzaam gedaan. Ja, wat de inheemse gemeenschap betreft, begrijp ik dat meningen verdeeld kunnen zijn. Ja, maar ze kwamen echt op voor alle inheemse, voor die grondrechten vooral. Ja. Daarom zeggen we ook dat het niet zo ver had hoeven te komen. Deze persconferentie is vandaag belegd, maar wat is eigenlijk het doel en wat zal er vervolgens moeten gebeuren namens de familie? Want we hebben vernomen dat dus de onzielde lichamen al zijn afgestaan. Dus wat is eigenlijk het doel van deze persconferentie en wat zijn de verwachtingen hierna? Het doel is eigenlijk dat we gerechtigheid willen weten waarom hij dood is, waarom hij zo gemaakt is. Ik heb foto's om jullie te tonen straks. Er is een foto die u kent van FB. Ik heb andere foto's die ik kan aantonen. Dan kunt u zelf uw mening daarover geven. En dat brengt twijfels bij ons. Nou, ik denk dat het doel is om
de inheemse gemeenschap. In general, in het algemeen, in deze zaak van grondrechten in één richting te laten kijken. Dat is het doel. En de grondrechten, dat is voor ons en zeker voor deze twee mannen die zijn overleden, het hoogste geweest dat ze met het hoogste van zichzelf gegeven hebben, namelijk het leven. En het doel is om de Surinaamse gemeenschap duidelijk te laten merken dat eigenlijk de Bigiwan van Osso, like Bigiwan, smane terunu in a Osso, de arkiden trapching, maar like Bigipching in a Osso, a panang a mane arki. En als dat niet genoeg is, dat hij de mishandel a Bigiwan, like oorspronkelijke bewoners. En de trapking van de na Osso, sano sapseipsa, dat me kunde jafu legde uit. En dit doel is niet alleen voor ons. U heeft het gezien met cyanide. U heeft het gezien met kwik. Wij doen dat niet. En als de mensen in de stad denken dat het een ver van mijn bedje af is. Nee, het is dichtbij. Veel te dichtbij dan ze zelf denken. En er is recht hier in het land. Ik heb diezelfde recht als iedereen in het land. En we hebben recht om in vrijheid te kunnen leven. En dat recht wordt geschonden. En er is een optreden. En waarom zitten de mensen hier? De mensen zitten hier omdat men twijfels heeft op de manier waarop de mensen zijn overleden. En er is, wat ik begrepen heb van de familie, bewijsmateriaal. Om te twijfelen dat het niet in een vuurgevecht geweest is. Maar dat mensen vermoord zijn. En als dat werkelijk zo is, en dat moet het onderzoek laten blijken. Daarom is die forensische onderzoek nodig. Om te weten, wat is de inslag, wat is de uitschot geweest. Hoe dichtbij zijn ze geschoten. En als dat duidelijk is, dan weten we precies. En dan kunnen we de regering aan zijn ballen hangen. Maar het kan nooit zo zijn dat het recht die wij hebben en iedere burger heeft. Iedereen moet zich houden aan regels. Ook de politie als het zo is. En daarvoor zijn we hier. Om die gemeenschap duidelijk te maken. Dat we nog steeds en we geloven nog steeds in die rechtsstaat. En dat wie er ook fout is, of het nou de politie is, als het de douane is, of wie dan ook, recht en regels gelden voor iedereen. Daarom zijn we hier, om die gemeenschap wakker te schudden. En dat we een paar grappenmakers hebben, die praten over crimineel gedrag enzovoorts. Laat men kijken naar wat de aanleiding is geweest. Wat is de aanleiding geweest? Er is een vonnis. Dat wordt niet uitgevoerd. En men gaat door om ons te vertrappen. En u moet weten, in de ochtend belt iemand me op. Huilend. En hij zegt, moeten we dit nog verder nemen? Ik weet het niet. Ik bedreig niemand. Maar ik zeg wat het veld zegt. En het veld zegt, we gaan het niet accepteren en men gaat ons niet bang maken. Dat zegt het veld, dat zegt Riet niet. En als men denkt dat men met deze handelingen ons aan het schrikken gaat brengen om die rechten op te geven, they can forget it. Dat is het doel van deze meeting. Wat zal er vervolgens gebeuren? De uitvaart wordt gepland en wanneer? Want hoe lang zijn de ontzielde lichamen afgestaan? Het is deze week is het al 4 weken, het is al een maand. En we kunnen nog steeds niet tot begraven overgaan. Toch?
En al moeten we een jaar wachten, we willen dat het recht moet zegevieren. Dat willen we. U moet nagaan, voor ons als familie, wat het betekent, toch? Dat we dit voor de tweede keer meemaken. Voor de tweede keer dat we zoiets dat de samenleving schokt. Dat we dit voor de tweede keer mee moeten maken. Er is ook nog steeds geen recht geweest wat mijn vader betreft. Herman Goeding. Toch? Wijleninspecteur Goeding. En net zoals president Chan. Toen nog niet in hoedanigheid als president. Aan dezezelfde familie. Heeft gezegd bij een herdenkingsdienst, toch? Ter ere van mijn vader, waar hij postuum geëerd werd. Dat tot de bodem onderzocht moet worden, wat er met hem is gebeurd. Zo willen wij ook nu dat dit tot de bodem onderzocht moet worden. Genoeg is genoeg. Misschien straks. Ja, ik heb fotomateriaal hier die ik u straks kan aantonen waarom we twijfels hebben. Laat me aangeven dat ik van de familie wat geluidmateriaal heb mogen krijgen. Waarin zeker iemand in de bak met dijkstil gezeten heeft. En die toch wel aangeeft dat hij is doodgeschoten. Dat is één. Twee, het zien van de lijken met fracturen geeft al aan dat het niet op een juiste manier heeft plaatsgevonden. Iemand kan niet hulpeloos zijn. Internationaal, nationaal is het ingegeven. Dat hulpeloos, als je de persoon gehad hebt, dat het nooit zo kan zijn dat je plaats in de schoenen van God en het leven ontneemt van iemand. Dat heeft de familie doen twijfelen. En ik ben hier, ik probeer ook een stukje spreekbuis te zijn. En doordat de familie twijfelt, zijn er acties ondernomen. En de juridische adviseur is hier en misschien kan hij daarop antwoorden. Kan niet. Ja, de twijfels die als eerst zijn ontstaan is het verhaal dat er in een vuurgevecht is. De jongens zijn doodgeschoten tijdens een vuurgevecht. En inmiddels hebben wij zelf als juridisch team, dus meester Karig, ik, meester Dubois en meester Kanhai, hebben we ook al wat nadere inzichten. Waaruit zou moeten blijken dat er geen sprake was van een vuurgevecht. De jongens zijn, terwijl ze ongewapend waren, zijn ze geschoten. We gaan nog niet te veel details prijsgeven over dus wat is gebeurd, maar dit is in elk geval wat wij zeker van zijn dat we het hard kunnen maken, dat ze niet gewapend waren toen ze geschoten werden. Zoals de broer van Ivanildo Dijkstil aangeeft, heeft hij zelf ook wat fotomateriaal. Kijk, we moeten niet vergeten wat is gebeurd, is in bijzijn van dorpsbewoners gebeurd. Hè? Dus het is niet ergens geïsoleerd geweest. Mensen hebben dingen gezien.
En mensen hebben dingen vastgelegd. We leven nu in een tijd van mobiele telefoons. Mensen hebben dingen vastgelegd. De reden waarom wij verder twijfelen is omdat we het Openbaar Ministerie hebben gevraagd om deze onderzoeken voor ons te doen, om vast te stellen. Eigenlijk moesten we niet vragen. Als we leven in een rechtsstaat, het moment waarop er politie geweld gebruikt is, zou vanuit de staat Suriname gelijk, de regering zou gelijk een onderzoek moeten worden gedaan om vast te stellen of dat geweld dat gebruikt is, rechtmatig was geweest of niet. Dat onderzoek heeft tot nu toe niet plaatsgevonden. We hebben bericht gekregen van het Openbaar Ministerie waarin ze hebben aangegeven dus dat we maar één patholoog anatoom hebben in Suriname en dat die niet forensisch is. Punt. Niet hoe dat probleem opgelost gaat worden om toch nog te kunnen voorzien in die noodzakelijke informatie van hoe deze mannen aan het einde van hun leven zijn gekomen. Dus die weigerachtige houding versterkt ook ons vermoeden dat er iets verborgen wordt. Ik denk dus dat jullie ook gelezen hebben, jullie zijn media, het is in de media gekomen, dat in een andere zaak dat het Openbaar Ministerie rechtshulp heeft gevraagd om deze forensische onderzoeken te doen. De vraag is waarom in deze zaak niet. Dat artikel stond, tenminste ik heb het gelezen in Key News. De vraag is waarom in deze zaak niet. Toch? Waarom met twee maten meten? Nou, dus zo zijn er een aantal aanknopingspunten waarvan wij zeggen van er is hier zoiets wat niet correct is. En ik denk dat ik het voor wat betreft dat juridisch deel even hierbij hou wat dit betreft. Ik wil toch ook even iets op de vraag van mevrouw Palis toevoegen. Kijk, u gaf aan er zijn wetten overtreden. Ik wil de gemeenschap en de media vragen om niet beperkt en eenzijdig te kijken naar wat gebeurd is. We leven in een rechtsstaat. Niet door één partij zijn de regels overtreden. Er is vanaf het begin zijn de regels overtreden. En door wie zijn de regels overtreden? De regels zijn overtreden door de regering. Dus de uitvoerende macht en de wetgevende macht. Suriname is lid van partijen, van verdragen. En die verdragen schrijven voor wat Suriname zou moeten doen om rechten van de burgers en in dit specifiek geval van de inheemse te respecteren. En als het ware mogelijk te maken voor de inheemse om hun rechten te kunnen beleven. Dat is niet gedaan. De inheemse hebben toch petities aangeboden, ingezonden stukken. Ze hebben deelgenomen aan dialoogrondes, noem maar op. Alle middelen die je buiten dus de rechtspleging zou kunnen toepassen, vreedzame middelen, zijn beproefd om hun rechten te kunnen beleven. Geen gehoor gekregen. Uiteindelijk zijn ze naar het Inter-Amerikaans Hof gegaan. 2007. In 2015 krijgen ze een vonnis. Hoeveel jaren? Dat is 8 jaar lang hebben ze geprocedeerd om een vonnis te krijgen. En wat doet die regering? Wat doet het parlement? Gewoon zeggen ze, voeren het niet uit. Wat blijft er nog over in de rechtsstaat? Wie schendt de rechtsstaat? Zijn het de inheemse of is het de regering? Dus dat zijn de vragen die de samenleving en de media zou moeten beantwoorden. U bent nu hier met de familie. Het zou misschien ook goed zijn als u gaat naar het parlement, dat u gaat naar de regering en ze vraagt of ze zichzelf niet mede verantwoordelijk voelen voor die wanhoop waarin ze de gemeenschappen hebben gedreven. Misschien een opdracht aan u om dat te doen. Wij doen dat juridische deel, doet u als media dat deel. Gaat u vragen waar de schoen allemaal wringt. Waarom het zo moeilijk is om rechten te erkennen en na te leven. Ja, en niet wanneer mensen in wanhoop iets doen, dan plotseling het recht te kennen. Nee, het recht was er al. En het is niet nageleefd door de staat. Ik weet niet. Ja, dus we zijn daarmee bezig.
Maar het staat niet echt los van waarvoor we vandaag hier zijn. Maar vandaag willen we toch de aandacht meer focussen op eigenlijk het leed wat deze mensen wordt aangedaan, deze families wordt aangedaan. Eigenlijk, ja, het zijn twee families, maar het zijn die hele gemeenschap, is die hele inheemse gemeenschap die hieronder leidt. Maar die mannen hebben hun leven gegeven voor de inheemse gemeenschap. Weet u, dus we willen nu even toch wel de focus houden op dit leed wat wordt aangedaan. En in feite de weigerachtige houding van de overheid, van de staat, om dit leed dat al is aangedaan, enigszins te verzachten door gewoon openheid te geven. Wees transparant, wat is gebeurd? Wie heeft de opdracht gegeven aan die mannen om te gaan schieten? Het was een gemengde eenheid, hè, van politie en militairen. Wie heeft de instructie gegeven? Wat was de instructie met betrekking tot het geweld dat gebruikt mocht worden? Zal er gevraagd worden van de president dat hij dus dat wat hij gezegd heeft in de Nationale Assemblée te rectificeren? Dus dat er onderzoek is geweest en een uitslag bekend is. We hopen dat we dat verzoek niet hoeven te doen, maar dat hij het uit zichzelf doet. Want zoals we hebben aangegeven en zoals ook door de staat wordt aangegeven steeds, en als ik zeg staat, dan bedoel ik dus echt in parlement en regering. Misschien moet ik wat zuiverder zijn in mijn uitspraken door de regering en in het parlement, is dat het onderzoek nog loopt. En als het onderzoek nog loopt, kun je geen kwalificaties geven aan mensen. De rechter heeft toch nog geen uitspraak gedaan. Wie bepaalt wanneer iets een terreurdaad is of niet? De rechter. Niet wij, niet u, niet ik. Dus we hopen dat we dat verzoek niet hoeven te doen, maar dat hij zelf tot het inzicht komt. Maar misschien ook een vraag die u kunt stellen aan hem, want wij zijn niet in zijn hoofd. Ja, toch? Men zegt dat voor elke politiekogel dat afgeschoten wordt, dat verantwoord moet worden door de politieagenten. En is dat gedaan en heeft u inzage gehad in de rapporten? We hebben een deel van het strafdossier, maar niet ten aanzien van deze twee dodelijke slachtoffers. Het gaat om met name de verdachten, dus de mensen die nu in arrest zijn, tegen wie dus een strafrechtelijk proces loopt. Met name van hun hebben we dus een deel, het zijn geen volledige dossiers, maar we hebben een deel, hebben we ontvangen. En natuurlijk, u begrijpt, voor onze processtrategie kunnen we dus nog niet inhoudelijk op de dossiers, maar dat hebben we inmiddels gehad. Dat hebben we gehad. Ik heb de families het woord geworden, het recht moet zien, hier vaker worden gebruikt. Maar ieder interpreteert dat weer anders. Anders zien een vergoeding als al dat het recht in het gezicht viert. Ja, kunnen de families niet wat specifieker zijn wat ze bedoelen met het weer het recht moet zien vieren? Ja, het recht moet zeker vieren. Bij ons gaat het niet om het financiële of een vergoeding. Of een schadevergoeding, daar denken we niet eens aan. We denken om rectificatie van zijn naam, zuiveren, alles. Ja, daar gaat het bij ons om. En natuurlijk, als ik even mag inkomen, wanneer we praten over het recht moet zegevieren, is dus dat we niet alleen maar met de schuldige vinger verwijzen naar één persoon, of in dit geval de inheemse, maar dat iedereen die een scheve schaats heeft gereden, in dit geval, iedereen en ook echt iedereen, daarvoor conform het recht dat geldt in Suriname, ook zijn boete zou moeten doen, om het even zo te zeggen. Van de persconferentie, vanuit de familie, de vervolgstappen.
Nou, we zitten in een rijdende trein. Dus het is niet dus dat we na vandaag gaan plannen. We weten al precies wat we moeten doen. En we zijn eigenlijk al bezig met een heleboel acties. Een van de acties is bijvoorbeeld wat de familie al heeft aangegeven. Dat we het Openbaar Ministerie hebben aangeschreven en gevraagd hebben naar de rapporten. We zijn niet blijven wachten op... we hebben een reactie gekregen van het Openbaar Ministerie. Dus dat in feite wat we moeten... zoals we het moeten interpreteren, is dus dat die forensiedeskundigheid niet in Suriname aanwezig is. Punt. Dus wij zouden moeten invullen wat ze daarmee bedoelen. We hebben teruggeschreven en we hebben gevraagd om wat concreter te zijn in de beantwoording. Maar we zijn ook niet stil blijven zitten. We hebben inmiddels ook internationale organisaties en bilaterale partijen aangeschreven om te vragen in hoeverre het mogelijk zou zijn om die expertise te kunnen bieden aan Suriname. En die mogelijkheden zijn er. En zoals ik aangaf in een artikel van Keynews is ook al aangegeven dus dat die mogelijkheid er is. Want het Openbaar Ministerie heeft een beroep gedaan op het rechtshulpverdrag tussen Suriname en Nederland. En de vraag is dus nu, waarom is het in dit geval niet gebeurd? Heeft gehoord van de familie, zolang deze onderzoeken niet gedaan worden, zijn ze bereid om de begrafenis uit te stellen, omdat ze de onderste steen boven willen krijgen in deze. Nog wel een vraag aan de families. Voelen jullie je wel veilig, want jullie zijn, jullie hebben bepaalde zaken aangevaard en bij de persconferentie. Is er wel een gevoel van veiligheid bij jullie aan de hand van hoe zaken zijn verlopen? Gevoel van veiligheid. Ja. Wanneer je bepaalde zaken meemaakt, toch? Keer op keer, heb je eigenlijk geen. Het lijkt alsof je. Je raakt er helemaal van. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor hoe ik het moet uitdrukken. Ik denk ook niet dat u zich een voorstelling kan maken waar wij doorheen gaan. Toch? En als je al zoveel dingen hebt meegemaakt in eenzelfde samenleving waarin je leeft, dan heb je eigenlijk geen... Niks te vrezen. Ik heb niks te vrezen, nee. Niks. Ja, aansluiten op de vraag van mijn collega. Ja. Is er ook sprake van intimidatie naar jullie toe? Tot nu toe niet. Nee. Zijn er nog ook vragen vanuit de media? Voor de jurist, voor de advocaat dan? Nee? Ik weet niet, misschien meester. Ja. Ik denk wat duidelijk moet zijn, is... Weet je, men zegt, waar tolerantie eindigt, begint leiderschap. Ik denk dat men te veel gedaan heeft met die inheemse. En dat we zelf het leiderschap zullen overnemen. En wat veiligheid betreft, ik denk dat niemand hier aan tafel de vrees heeft. Ze moeten durven om iets te doen. En wat wij vragen, degenen die in detentie zijn, in de gevangenis zijn, dat men die mensen op een nette manier behandelt. We kijken met argusogen uit naar degene die op dit moment in de gevangenis zijn verhoord worden. En we gaan wel zorgen, en dat is de vraag naar de gemeenschap toe, om ons daarbij te helpen. Omdat Tiden af Unu, Tamaran af You. En ik denk dat we met z'n allen verantwoordelijk zijn voor een rechtsstaat, waarin ieder geborgen is. Er zijn pogingen geweest. En ik zie die mevrouw hier, Fredison. Die neemt ontslag. Waarom? Omdat ze opkomt voor de rechter. Ik bedoel, waarmee zijn we bezig? En, mijn mensen,
We hebben de pers uitgenodigd. We hebben de noodkreet. We kregen nood ingi no e jugu jugu. We zijn altijd een heel rustig volk. Als men ons zo ver drijft, dat wil zeggen dat we nergens naartoe meer kunnen. En net wat ik gezegd heb, er zijn ontwikkelingen. De overheid moet niet denken dat ze ons afschrikken. Integendeel strijkt ze ons tegen de haren in. En daarom is het taak van u en van mij om die gemeenschap duidelijk te maken. Dat het nooit zo kan zijn dat de overheid faciliteert. Er is iets op Pikin Saron gebeurd. Weet je wat men doet? Wat de oplossing is van de regering? Die hout trukken met militaire begeleiding. Het hout laten afvoeren. Dat is die mannen hun oplossing. Terwijl er zoveel dingen gebeurd zijn. Ik weet niet, maar men taart ons verschrikkelijk. En ik denk niet, trouwens, het mag niet. Het is een noodzaak van de inheemse bevolking. Dat Abani Shatu, dat den Gogo moest midino. En dat we als eenheid dit doen. En de rest van de bevolking, de rest van die Bromchijari, de rest van het gezin, moet erop toezien dat in dat gezin van inheemsen, Triolen, Javanen, noem maar op, dat voor ieder het recht geldt. Daarvoor zijn we hier. Ik heb twee vragen. Is het al duidelijk hoeveel aanhoudingen intussen verricht zijn in deze zaak en wat de specifieke rol van X-Zuur is bij deze zetting? Er zijn een aantal aanhoudingen. Ik denk dat wat we nu op dit moment hebben zijn 5. Hè? Het zijn 5. We begrepen dat er 2, er nog 2 zijn. We moeten dat nog verifiëren. Extra. Dat we dat moeten verifiëren. Als het zo is, worden ze toegevoegd aan het lijstje. Maar we zullen er continu voor zorgen dat de veiligheid gegarandeerd is. En de internationale organisaties vragen om ook over de schouder heen, niet alleen over de schouder, maar ook daadwerkelijk erop toe te zien dat deze jongens veilig zijn. Het zijn strijders. Wij zien ze als strijders. De 2 hebben het hoogste goed gegeven. Mevrouw Dijksteel is hier. Dat is de vrouw van meneer Dijksteel. En de moeder van die 2 kinderen. En wat er op school gebeurt, is een stukje pesten. Hij neemt pabroma bron in terug aan de zandert. Komt thuis, begint opstandig te worden. Dat is die situatie. Niemand kijkt daarna. En ten aanzien van X-Zuur is een NGO. Is geen traditionele organisatie. En heeft als doel, algemeen doel, een stukje welvaart en welzijn voor de inheemsen te creëren, economisch, sociaal, daar zijn we voor. En de grondrechten is van iedereen. Niet alleen van traditionele organisatie, maar van Weyurama, van Yukayumamaro, van Wayono, van iedere inheemse is dat stukje van de grondrechten. En de familie heeft ons gevraagd om te coördineren, om te faciliteren, daar zijn we ervoor. En verdere begeleiding. Want de regering doet niets, ze zit maar vinger te wijzen. Criminelen enzovoorts, alsof ze de rechter zijn. En mensen te betitelen. Waarvan ze niet eens dat stukje van de aanleiding totaal niet aanhalen. En de aanleiding is een vonnis. En het mooie van de zaak is, is mijn recht minder dan die andere? Nee, we hebben dezelfde rechten.
en door het tekort aan het uitvoeren van dat recht die wij hebben, is er iets anders gebeurd, maar daar ga je wel optreden. En als dat niet genoeg is, dan begeleid je ook de trucks. Tegen wie? Tegen mij? Luister, ik denk dat het meer dan genoeg is. En we vragen echt de pers, houden jullie dit in de gaten? We zijn vreedzame mensen, maar dreef ons niet te ver. En ik denk dat die regering ons te ver gedreven heeft. En dat heeft gemaakt dat we nu hier zitten. En ik hoop dat met deze statement we het een en ander kenbaar hebben gemaakt. Een kreet naar de samenleving, een kreet naar onze broeders in de stad. Er is veel daar in het achterland op dit moment. Collectieve goederen die bedoeld is voor ieder. Het komt uit onze gebieden. Men vervult de zaak. En we behoren ook collectief te genieten van de natuurlijke hulpbronnen. Nee, men vernietigt onze natuurlijke hulpbronnen. Water, het bos, noem maar op. Maar laten we dit goed in de gaten houden. Ik denk dat ik daarmee kan volstaan. Ja, ik zou u... Ik wil graag het laatste woord geven aan de families. Nee, ik zal de foto's tonen. Ja, we gaan het niet verdelen. Kunt u zes raam staan als ik dat heb gezien? Ja. Dit beeld is bekend. Oké. Hier is hij geboeid. Ik heb dat gezicht vergroot dat je kunt zien. Dat hij nog leefde. Ja, hier is hij in de boeien. En ik heb dat gezicht vergroot dat je kunt zien dat hij nog in leven was. Ja. Maar had hij toen al een schotverwarning opgeroepen? Dat is hier niet zichtbaar. Zo komt hij in de stad aan. Ja. Wat hij niet heeft. Ik heb de warning als een leven. Ziet u waarom die twijfels? Ik heb hier is zijn gezicht nog gaaf, geen enkel letsel aan zijn gezicht. En als hij een handboeien zag, zegt hij kan geen gevaar meer zijn, indien ze dat dachten. Ja, ingeslagen schedel. Dat is wel een schotenwisseling. Ja. Niks van. De andere zijde van zijn gezicht. Wie is nou crimineel? Een ander beeld heeft, daar heb ik bewijsmateriaal gebracht. Dat ze kunnen zien dat dingen, dat zaken juist anders zitten. Yes. Dank u wel. Zal de afsluiting zijn van de persconferentie?
Grantangi, dat ik hier in de occasie zie, dat ik hier in de woord van de samenleving en wie na alle wie allemaal naar Sranamang. We maken uit wie we zijn, maar wie allemaal naar Sranamang. En we doen een beroep die alle de dorpshoofden komt met alle de basja. Dat we moeten liepen die zo, dat de sanit die ze epsa in wie dorpen. Dat we nog de veilig moro in wie dorpen. Uno mango moro in wie busi vrij. Uno mango tap wie liba vrij. En asani disi moest de wan eye-opener giwi alamala leki. Ingi wi alamala abwi frantwortu in wie dorpu. En tede sani disi e fenda plaats in wie dorpu. Na fossisma tede mun klop aan is de kapitein. Maar je kan ook in een dorp ongemeld dat je kan doen in deze. Het doet ons wat. En we nemen dit niet aan. We accepteren het niet. Het is niet te veel. Het is te veel. Afvoerig we. Dat we tien en vrede schrijven voor in busi voor zoeken de stimo voor. We anometi. Wie anometi, wie na libisma. En daarom met Barry Aboskopu disi, die alle de familie voor mij, was die sope unde. Ko bondru kona wang, mek un de yere wi steng, sa wi wani. En we ne feti, giwi srefi, ma we feti giwi alamala, wi alamala abileti. Tapu na grondisi. Une feti taki wi mu abi alasani nei. Wi na fritsama mensa. Una denga jugu jugu. Ma disi furu. A furu. Mi aim. Mi ati disi ebbe aweri. Aweri, aweri, aweri. Mi no bateke baro. Me sari ala de chifu. I was a better day in a better land. Who up and come, Makandra. Make me bondru with Srefi. Make the yere with stain. Taki no, une. Unes domoro. Unes domoro. We not afraid. Srefi, not afraid. And when I did that, when I did that, I'm in trouble, Jasso. Messi, what to Captain Jack? Capitais. Bachias, me teki masra gato beki. Nanga ala de bigisma fubi. Komiti ala de tete wa fubi di koka banavi fesi. Ala de poyai. Ala de yakuas. Ala mala we beki. U napanavi kuri krakti. U gi ala de takima. Ala de strangers. De wadi de hori. Meki de ko fri. Wade be feti fubi leti. De no feti ki de strepi wa wak, ma de feti ki ala mala, kombo ndru kona wak, mi veri, mi ati veri, a mi preti, tak a sani disi fende plas ki de, ma wes is fall dan, dat verwachte ik alang heb ik dit verwacht, ma ati swobra, en hierbij, ik heb niet meer meer te zeggen, we konden weer op elkaar. We konden weer op elkaar, laten we sterk zijn. Mijn dret naar mama poepietje. Mijn beren zijn ze kut mee. Alleen ik had de mama in bari, voor die bietje zo bij bari, voor die bietje, voor die dret, die toe met een bietje doma. Oh, my God.
Het is wel goed dat het met jou is, maar dat het man doet. Kan niet zijn. Don't.